Onderwijsminister Henry Ory zegt dat de achterstanden in het binnenland op het gebied van onderwijs worden doorgelicht. Hij sprak journalisten eerder deze week voor de vergadering van de Raad van Ministers. Volgens de bewindsman zijn er afspraken gemaakt met zijn collega's over aanpak van de problemen op de scholen in het binnenland. De onderdirecteur van binnenland is nu bezig te kijken, te inventariseren wat voor achterstanders zijn. En je kan natuurlijk voor het binnenland ga je wat meer aandacht moeten besteden de komende tijd om vooral in die tijden van vakantie is ook te doen voor het binnenland, maar daar is een apart verhaal. We proberen zoveel mogelijk synchroon te laten lopen, ook het concept van die vakantiescholen voor het binnenland. En daar zijn echt veel meer scholen betrokken dan wat men beweert in de pers van 2 scholen. Maar wij zullen ook straks in de komende weken veel duidelijkheid schaffen hoe we voor het binnenland met name dat willen doen. Maar we willen het gelijk trekken. Immers, de leerkrachten moeten ook terugkomen naar de stad een beetje om vakantie te houden, rust te komen. Maar we moeten kijken hoe ze zijn bereid wat langer te werken. Dat is iets positiefs om een stukje voor ze terugkeren wat meer te doen met de leerlingen. De minister geeft verder aan dat de vicepresident altijd zijn bijdrage levert aan het oplossen van de onderwijsproblemen. Hij stelt dat Brunswijk zijn hart op de juiste plek heeft en de complimenten verdient.